Ja, we hebben wat nieuws. Dat zijn de benchverkleiners. Voor elke beschikbare maat bench hebben we een benchverkleiner. Ik ga eventjes laten zien hoe ze werken. En dat is dan ook nog afhankelijk welk model bench je hebt. Als je een bench hebt met de deur aan de lange kant, zoals deze bench die je hier ziet, dan kan je hem eigenlijk maar verkleinen tot hier. Dus kleiner dan deze spijl lukt niet. Als je een bench hebt, die zal ik zo direct nog in beeld brengen, met de deur aan de kopse kant, dus aan deze kant, ja, dan kan je hem eigenlijk onbeperkt kleiner en groter maken. Hartstikke handig als je een pupje hebt die eerst aan de ene kant zijn behoefte doet en aan de andere kant gaat liggen slapen. Dat doen sommige puppen na één keer. Het komt eigenlijk ook bij de fokken vandaan. Hè. Ze liggen in de werpkist en dat doen ze hun behoefte niet. En dan hebben ze vaak een uitlooprennetje aan de buitenkant waar ze dan een behoefte doen. Vaak nog in een bak of op kranten. Ja, en dat gedrag gaan ze hier in een te grote bench. Hè. De pupje, als je een Duitse herderpup hebt, is dit de juiste maat bijvoorbeeld. Ja, Duitse herderpup die is zo groot als die komt. Dus dan kan hij makkelijk daar zijn behoefte doen en kan hij daar gaan liggen slapen. En daarom gebruiken we dan een benchverkleiner. En die benchverkleiners hebben we dus voor elke maat bench hebben we die beschikbaar. Dit is voor de allerkleinste, dus voor de small. Deze is voor de medium. En de bench die daar staat, dat is de large bench. En daar hebben we deze voor. En wat je dan opvalt is dat voor de extra large bench dat hij een witte plaat heeft. En dat komt omdat de extra large bench ook in het wit geleverd wordt in plaats van in het grijs. Nou, dan gaan we de benchverkleiner erin zetten. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Ik laat het ook nog eventjes zo zien. Zo direct zet ik hem erin. Ik haak, hier komt de spijl komt hier in. En deze dopjes, die kan je zo met de hand. En dan klemt hij hem hier tussen, zodat hij mooi verkleind is. Dus het is heel simpel erin te zetten. Zo staat hij er eigenlijk al in. Dan moet je hem alleen nog eventjes die dopjes aandraaien, dat hij netjes klemt. En dan is het al klaar. Nou, dan zit hij mooi stevig. En dan heb je hem een heel stukje kleiner. Nogmaals, met de deur aan de kopse kant kan hij nog een stuk kleiner. Ja, het is dezelfde maatbench, alleen die heeft de deur dus aan de kopse kant in plaats van aan de lange kant, zoals je net zag. Ja, bij deze kan je hem, ja, dan zou je hem echt heel, heel klein kunnen zetten. Dus bewijzen van spreken, zou je hem zelfs zo klein kunnen maken, dat is natuurlijk te klein. Ja, dus maar als je een Duitse herder of een Golden Retriever pup hebt, ja, daar is deze bench is daar ideaal voor deze maat. Ja, dan begin je eigenlijk ongeveer zo. Hè, misschien een tandje groter. Hè, maar dan heeft zo'n puppy, die is maar zo, dus die heeft ruimte zat. En dan komt hij niet in de verleiding dat hij aan de ene kant zijn behoefte doet en aan de andere kant gaat liggen slapen. Ja, en zo eenvoudig monteren hem eigenlijk. Het is echt twee tellen werk. En daar zit hij. Nu zit hij al vast. En als je dan, als dat pupje groeit, ja, dan doe je hem gewoon elke keer schuif je hem een stukje op. Net zo lang totdat hij de hele bench tot zijn beschikking heeft. Meestal kan dat wel heel snel. Die pupjes die leren nog wel snel. Dus maar zo heb je een ideale benchverkleiner.